ik heb een PowerPoint-presentatie voorbereid. Heb ik drie maanden geleden gebeld. Kees mij voorbereid van tevoren. Wil je ook voor me doen? Dat is iets. Tuurlijk, Kees, voor jou doe alles. Je bent een held. En ik ga wel goed voorbereiden. En ruim van tevoren. En dat niet gelukt. Maar die PowerPoint-presentatie staat daar. Dus ik weet niet of iedereen het kan zien. Want hij hoort wel bij mijn verhaal, eerlijk gezegd. Ik ben namelijk samen met Kees 1998 gekozen in de gemeenteraad van Spijkenis. En we hebben samen in drie colleges gezeten. Burgemeester Broekhuis, burgemeester Salet. Jan Lammera als gemeentesecretaris. Jaap, hoe heet die naam? Schrik, ja. Schrik als interim gemeentesecretaris en onze vriend Joop. Als gemeentesecretaris heel lang. En een heel zootje met huis. Dus we hebben samen al wat meegemaakt. En ja, daar hoort wel een verhaal bij onze Kees. Want, ik kan nu zeggen, dit is de enige normale foto die je van Kees gaat zien. Ja. Want dit is namelijk C.J. Dijkman. Maar we noemen hem Kees met een K. Dan begint je leven al ingewikkeld, kan ik u zeggen. En de volgende foto. Kijk, Kees heeft gesproken tijdens mijn afscheid. En dat was hartstikke leuk voor de mensen in de zaal. Maar dat was ook niet leuk voor degene die ook op deze foto staat, maar die er bijna niet ziet. Dat ben ik namelijk. Dit was tijdens de viering van het hoogste punt van de Boekenberg, de bibliotheek. Ik was wethouder centrum, Kees was wethouder cultuur. We deden alles samen in het centrum. We deelden de successen.